Super Friday in het minivoetbal en dat brengt wel wat volk op de been. Deftingen neemt het op tegen kampioen Erwetegem en de bezoekers zorgen voor het eerste gevaar via Jani van der Eken. 2 minuten ver en Deftingen laat een steek vallen. Ishak Mali is wat sneller op de bal. De spread stikt hem aan en dat levert de bezoekers een logische schepcorner op. En Ulens laat die natuurlijk niet liggen, 0-1. Maar ook Erwetegem is vrijgevig in de eerste periode. Van der Eken pakt uit met een foute inspeelpaas. Speliers krijgt de kans op de gelijkmaker, maar laat die onbenut. Deftingen probeert met hoge druk de kampioen het leven zuur te maken. Maar in de omschakeling is Jonathan Ulens evenwel dodelijk efficiënt. 0-2 na 4 minuten in de tweede periode. San Siro komt dan wat beter in de wedstrijd. Van de Wattijnen krijgt de kans op de aansluitingstreffer, maar trapt de bal tegen Ulens aan. En de topper kan nu echt beginnen. Eerst een kansje voor Yassine Mali. Maar vooral de tegenstoot van Erwetegem mag er zijn. De spread blokt goed af. Het momentum is heel even voor Deftingen. Zowel Msili als Yassine Mali krijgen de kans op de 1-2. Fraai zolenwerk, maar Erwetegem komt met de schrik vrij. En Deftingen blijft kiezen voor hoge druk. Erwetegem vindt toch de oplossing. Helleboud krijgt de kans op de 0-3, maar hij vindt de spreads op zijn weg. Via een schepcorner brengt Lefranc de stand dan toch op 1-2. Maar 1 minuut later slaat Erwetegem opnieuw toe. Een driehoekje tussen Van Holland, Ishak Mali en Ulens is goed voor de 1-3. Deftingen blijft met open vizier strijden en zo krijgen we wel wat te zien. Erwetegem bewijst dat het niet toevallig kampioen werd. En Helleboud komt na een mooie aanval dicht bij de 1-4. Van Holland kroonde zich tot minivoetballer van het jaar. Maar een zeldzame foute pas van hem leidt een kans in voor Lefranc. De Vijns mag er zijn, het schot kan beter. En dat weet Lefranc ook wel. Hier toont hij hoe het wel moet. Een stevige trap en Van der Eken heeft geen verhaal. Kantelmomenten zijn er in elke wedstrijd. Hier misschien wel het kantelmoment in de topper. Deftingen zoekt vruchtloos het gaatje bij de bezoekers. De 7-mijlslaarzen van Van Holland. Ishak Mali als tussenstation en Van Holland maakt het ook af. 2-4. Ulens laat dan een schepcorner liggen. En zo geeft hij Deftingen een levenslijn. De thuisploeg beukt, maar altijd staat er wel een pionnetje in de weg. Hier blokt Van Holland het schot van Msili af. En in het begin van de 4e periode meteen een kans voor Ulens. De spreads houdt Deftingen in de race voor een punt. Maar dan geeft Ulens een masterclass efficiëntie in minivoetbal, borstcontrole en in de draai maakt hij de 2-5. En moedig Deftingen voelt dat het game over is. Erwetegem trekt op zoek naar een ruimer verdikt, de spreads beperkt de schade. En ook Ulens komt nog dicht bij de 2-6. Die komt er finaal toch. En dit keer krijgt Ishak Mali de kans. Hij toont hoe het wel moet. Eindstand 2-6. Erwetegem lijkt opnieuw de grote titelkandidaat. Daarvoor zijn we nog vroeg. Ik denk, als je kijkt naar Alsem, heel sterk. Kortemarkt, die het nu ook heel sterk doet. Ik denk, alle toppers zullen dicht bij elkaar eindigen. Het zal, denk ik, meer dan andere jaren vechten zijn voor in de play-offs te geraken. Maar dat maakt het hem in C wel plezant, dat er iets meer concurrentie bij komt. Ik vind dat we in het wedstrijdbeeld zeker de overhand en het overwicht gaan. We lopen natuurlijk op 2-3 heel scherpe counters. Counters die er ook komen door momenten die er eigenlijk niet mogen voorvallen van onze kant uit. Maar ik geloof in het hoge druk zetten op zo'n moment. En je kan niet anders dan als je achter staat dat hoge druk zetten.